Als je een energiestofwisselingsziekte hebt, is dat aan de buitenkant vaak niet zichtbaar. Robin Lucassen is 35 jaar en ziet er ogenschijnlijk gezond uit. Wat er met mij aan de hand is, is dat ik heb een energiestofwisselingsziekte. Dat is bij mij ontdekt in 2018. En dat kwam eigenlijk na een reeks van klachten. Ik kreeg beginnende klachten met dubbelzien, met plassen, met rugklachten. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, laat ik maar naar een huisarts gaan. Kijken wat die ervan zegt. Ze konden er niet direct de vinger op leggen, dus heb ik een aantal scans gehad. En daaruit bleek inderdaad uit mijn hersenscan dat ik een stofwisselingsziekte heb. Een energiestofwisselingsziekte komt vanuit je hersenen en het tast je hele lichaam en de mitochondriën aan. Dat zijn energiefabriekjes in je lichaam. Een normaal mens krijgt energie van eten, maar bij Robin werkt dat nauwelijks. Zo draagt hij een speciale matglas bril, omdat hij dubbel ziet en hij heeft blaasproblemen. En een normale activiteit, bijvoorbeeld een lekker stukje wandelen, hoe ziet dat voor jou eruit? Ja, dat kan wel. Alleen vroeger kon ik bijvoorbeeld een kilometer gewoon volhouden. Nu is dat de helft in één keer. Ik kan op een dag wel 4 kilometer lopen, maar dan in etappes. Dus niet in één keer. Ja. Want je hebt ook een rolstoel, hè, die je dan gebruikt om als je lange afstanden moet doen. Hoe is dat voor je als je zo jong bent en je zit in een rolstoel? Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Ik heb me daar best wel overheen moeten zitten. Ik vind in de rolstoel zitten in principe niet verschrikkelijk. Dat vind ik helemaal niet erg. Alleen hetgene waardoor je dus afhankelijk bent van iemand die jou vooruit duwt. Ja, dat vind ik wel verschrikkelijk. En dat degene die het dan moet doen, die zeggen het niet erg te vinden. Dat geloof ik. Dat moet je ook geloven. Ik bedoel, je bent ervan afhankelijk. Dus daar moet je me vanuit gaan. Alleen ja, het is toch een stap die je moet nemen. Het is een drempel die je over moet om in de rolstoel te gaan zitten. Kun jij nog werken? Nee, ik kan helaas niet meer werken. Ik ben arbeidsongeschikt sinds 2018. En dat komt ook omdat ik ben gewoon snel moe. Ik heb geen energie. Ik zie dubbel. Of als ik zonder bril dan. Ik zie geen diepte meer. Waardoor ik gewoon, dat is voor mij gewoon onmogelijk. Jij hebt ook een hele speciale hobby. Kun je daar iets over vertellen? Ja, als ik met een energiestof in ziekte thuis zit, dan ga je op zoek naar verschillende hobby's. Een van mijn grote hobby's zijn de Star Wars films. En dan met name de Star Wars Lego. Ik ben heel erg fan van deze stormtroopers. Dat zijn de handlangers van Darth Vader, wat de kenner misschien wel weet. Daarbij bouw ik ook verschillende, ze noemen het mocks. Dat zijn my own creations, mijn eigen creaties. Ik probeer allemaal Star Wars sands na te bouwen. En deze is dan uit The Force Awakens. Ben ik bezig met het paleis na te bouwen. Om aandacht te vragen voor deze groep ziekten, mito genoemd, doet Robin mee aan de landelijke estafette die zaterdag start. Ja, eigenlijk is het een tour die mensen samenbrengt. Die in het verleden met stoffen en ziektes te maken hebben gehad. Of dat nu nog hebben. En om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de ziektes. Ja, en jij gaat meedoen. Op wat voor manier ga jij meedoen? Ik ga meedoen met mijn scootmobiel. Een afstand van 6 kilometer afleggen naar het sportcentrum bij de Radboud. Omdat daar heel veel onderzoek wordt gedaan naar medicijn voor de mitochondriële ziektes. De bedoeling van de mito-estafette is elkaar positieve energie te geven, te verbinden en uiteraard ook om geld in te zamelen voor onderzoek naar een medicijn tegen deze slopende ziekte.